Wij gaan lekker kippetje eten uit de krokpot. Wat zeg je nou? Krokpot? Ja. Krokpot, dat is een... Jen, dat weet jij. Het is een slow cooker. Daar kun je dus heel langzaam gerechten in bereiden. Rundvlees kan bijvoorbeeld, lekker stoofpotje. Dus wij kozen voor een lekker kippetje. En we hebben 6 uur in de slow cooker gezeten, of in de krokpot. En er zit tijm in en salie en uitjes en knoflook. Al helemaal afgeven aan de zijkant. Dus oftewel, heel erg mals. Heel erg lekker. En wat heb je erbij gemaakt? Zoete aardappeltjes uit het oven, gewoon in kleine drietjes gesneden. En een frisse salade met avocado. En ook nog een heel lekker toetje. Maar dat vertellen we straks. Yes.